Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Jess Madeline en vandaag heb ik weer wat gehaald van mijn favoriete Disney karakter. En als je mijn video's al langer kijkt, dan weet je welke het is. Stitch! Ja, nu moest ik natuurlijk gelijk meenemen als Stitch fan zijnde. Zijn neusje is een innie mini beetje beschadigd, als je dat kunt zien op camera. Maar dit was nog de beste die er was, want er waren ook heel veel die waren nog erger beschadigd. En hij was maar 2 euro, dus op zich voor 2 euro en een waterpistool en Stitch. Ja, ik ben helemaal blij. En we gaan hem vandaag dus uittesten. Het is een waterpistool rugzak, dus als het goed is zou ik hem op mijn rug moeten kunnen doen. Al vraag ik mij af of dat bij mij gaat lukken, want het is waarschijnlijk gemaakt voor kinderen en ik ben 18. Goed, laten we beginnen met hem uit de verpakking halen. Hier aan de achterkant heb je een aantal van die plastic dingen en die moeten we gewoon eraf zien te krijgen. Tada! En nu valt hij er gelijk al half uit. Dus de eerste kant ervan hebben we alvast. En dat is deze. En zoals ik al had voorspeld is die rugzak niet heel erg groot. Zo, deze kan ik ook al gelijk uittrekken. En waarschijnlijk komt er via deze slang dan ook water en zo. Er zit alleen geen gebruiksaanwijzing bij. Dus we moeten het zelf gaan uitzoeken. Okay, ik heb deze slang nu aan de onderkant hiervan gedaan, want we moeten hem hier eigenlijk via de bovenkant met water gaan vullen. Dus laten we beginnen met kijken of deze op mijn rug past. Ja, hij past half. Kijk, ik heb hem hier dus nu op mijn schouder zitten. En dan als ik omdraai, dan zit hij op mijn rug. Oké, dus kijk. Ik heb hier zo die touwtjes zitten zoals ik al zei. En hier in mijn hand kan ik dat pistool houden om dadelijk te schieten. En dan hier op mijn rug zit een Stitch. Maar we gaan hem eerst even vullen met water. Ik ben zo terug als hij vol zit met water. Kijk, hier bij die slang hier beneden is hij een heel klein beetje aan het lekken. Dus ik moet even snel zijn en alvast naar buiten gaan en dit ding uittesten. Voordat ik hier alsnog heel de vloer nat is. En dan gaan we straks zo kijken hoe hij eruit ziet en zo. Kleine fun fact, nu ik toch de tuin in ben. Ik heb aan mijn sleutelbos eentje al hangen. Oké. Hij zit nog steeds in mijn rug. En ik heb hier de ding om hem te gaan testen. Dus ik hou hem even hier extra vast en we gaan gewoon richting de planten doen. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ik zie hier, ik weet niet of je het op camera ziet, maar ik fysiek zie hier nu een regenboog op het moment dat ik het water spuit. Kijk, en nu is het zo'n straaltje. Dus nu duurt het wel even voordat hij leeg is. Oké, ik zit weer. Dus ik heb hier die tas met het waterpistool en de slang. Ik vind Stitch zelf er wel heel leuk uitzien. Hij lijkt ook gewoon op Stitch, dus hierop heb ik helemaal niks aan te merken, behalve dat misschien deze rugzak wel iets langer had gemogen, dat het iets makkelijker was. Maar nu zat hij aan de andere kant ook weer fijn helemaal bovenaan. Alleen, tijdens het gebruiken, zoals jullie wel hebben gezien, ging deze slang regelmatig eruit. Omdat deze natuurlijk los zit en je deze hierop moet zetten. En dat ging gewoon niet altijd goed. Maar ik vind deze ook wel weer heel leuk uitzien. Omdat hier Stitch op staat. En hier staat ook nog allemaal Stitch op en je kan deze draaien. Omdat je... hier zit nog water in. Oké, ik ga even heel voorzichtig zijn met wat ik hiermee nou doe. Maar goed, ik vind verder dat de kleuren ook wel gewoon goed bij elkaar passen. Het zit allemaal in hetzelfde kleurenthema. Ik vind het leuk dat ze ook hier op Stitch hebben gezet, zoals ik net al zei, tot het misging. En hier hebben ze allemaal kleine verschillende designs van Stitch. En ja, als je hem toevallig in de winkel ziet liggen, ook al zat hij nou al in het afprijsrek, koop hem en al helemaal als je een Stitch fan bent. Want ik bewaar deze nou ook gewoon. En geloof me, meestal gooi ik na te gebruiken van speelgoed voor YouTube. Het speelgoed op Vinted. Maar goed, het lekken van die slang is dus wel weer een minpuntje. Maar in principe zou je het aan elkaar vast kunnen tapen natuurlijk. Maar ik vind hem verder wel gewoon hartstikke leuk. En als je deze video nou ook leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer een melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!